De moord op Ingrid Kakaert. Zegt u dat iets? Ingrid is aan onze kust vermoord nog voor ik geboren werd, in 1991. Door wie? Geen idee. Nochtans, we hebben het DNA van de dader, maar we vinden geen match, waardoor de zaak vastliep. En zo zijn er nog vastgelopen moordzaken in België. Daarom onderzocht ik een nieuwe manier om een dader via zijn DNA toch nog te kunnen opsporen. Hoe? Via DNA-verwantschapsonderzoek. Want ja, als de dader zelf niet tevoorschijn komt, kunnen we hem misschien vinden via zijn familie. Met standaard DNA lukt dat niet. Want hoe verder je verwant bent, hoe minder DNA je gelijk hebt. Maar met het Y-chromosoom lukt dat wel. Want dat is het enige stukje DNA dat van vader op zoon bijna ongewijzigd wordt overgeërfd. En dat voor generaties lang. Daardoor kunnen we heel snel dichte verwantschappen vinden, zoals broers of neven, maar ook heel verre, zelfs tot 40 generaties ver. En hierdoor zijn er veel mannen die matchen met het DNA van de onbekende dader. En wat dan? Wel, doorheen de generaties verandert het Y-chromosoom heel af en toe. Dankzij mijn onderzoek naar de snelheid waarmee het verandert, kan ik gaan inschatten hoeveel generaties er zitten tussen de dader en zijn match. En dan weten we of het gaat om broers of eerder verre achterneven. Op die manier reconstrueren we dan de familiestamboom en dan hebben we hem. Dus wat denk je? CSI Miami of CSI Leuven?